Ferro en Zonneglans. Twee hengsten die... De grootste hengstenkeuring ter wereld vindt plaats in Den Bosch. Rond de 25.000 bezoekers uit alle delen van de wereld komen naar de Brabanthallen om 4 dagen te genieten van fokkerij, sport en show. En ook een unieke kans voor 4 rabotalenten om zich hier in de kijker te rijden. Het meest ideale is dat je natuurlijk fokkers hebt en mensen met prachtige, goedgekeurde hengsten die allemaal opbellen en allemaal vragen of ik ze wil rijden. Ja, je hoopt natuurlijk toch wel dat iemand je ziet rijden en denkt van hé, die past mooi op mijn paard. Dat is natuurlijk altijd wel iets wat altijd wel heel erg leuk is wat meespeelt. Maar sowieso de plezier die je vanavond alweer gaat beleven is ook heel leuk. Op een originele manier kunnen de dressuurruiters aan eigenaren van jonge talentvolle paarden laten zien wat ze kunnen. Een quadrille, 4 tegen 4. Hoe spannend is het om hier vanavond te gaan rijden? Ik denk dat het wel spannend is, maar ik denk juist wel een hele leuke spanning. Wij hebben met z'n 4 goed geoefend natuurlijk vanuit het Rabotalententeam. En ik hoorde zo links en rechts dat de senioren ook goed geoefend hadden. Dus ja, het is voor de lol, maar het is altijd wel leuk als het dan ook gewoon goed uitpakt. Het wordt echt nog wel een strijd. Misschien dat het een lichte strijd wordt, maar nee hoor, ik denk dat het altijd alleen maar leuk is. Het was een spannende showrubriek waarbij de jury de oude garde het voordeel van de twijfel gaf. Oh, het liep lekker. Het ging wel een keer mis. De hoogtepunten hadden we erin. We hadden ook wel een keer wat minder punten, maar het publiek vond het geweldig. En als tussen een hengstenkeuring alles heel serieus is en alles precies moet gebeuren, is dit heel leuk tussendoor. Nergens in de wereld is er zo'n groot evenement als dit op het gebied van een hengstenkeuring. Dus dit is, van ieder land hebben we mensen hier. Daarbij hebben we bijna alle fokkers die zijn betrokken bij de sport. En ook in de fokken, die zijn ook hier. En als je dan als jong talent je hier eigenlijk in de etalage je kunt presenteren. Nou, is dat gewoon voor de toekomst, is dat gewoon wat iedere jongensdroom, meisjesdroom heel graag wil. Ja, ik heb er echt van genoten. Ja, het was echt leuk. En dan vooral al dat publiek. En het is ook leuk als je het dan zo met z'n 4 kan doen. Het is wel echt heel cool.